Maar Sjoerd, stel jezelf even voor. Een tijdje terug was je in de krant met liedjes die jij uitbrengt. En die heb je allemaal opgenomen in deze ruimte van de Gasthuiskerk. Klopt, ja. En waarom deze ruimte? Want dit is niet specifiek een kerkruimte, maar toch ook weer wel. Ja, nou dat was eigenlijk ook de bedoeling, zeg maar. Dus niet en wel. Want ik was eerst op zoek even naar een ruimte die dat helemaal niet had, dat kerkelijke. Maar dat werd dan weer een beetje statementachtig of zo. En dat wilde ik. Ben zelf ook kerkelijk, dus dat vond ik ook wel een beetje bijzonder. En ik kende deze ruimte. Ik was hier al eens eerder geweest en ik wist dat er echt een goede akoestiek was. En het is heel oud en dat vind, daar hou ik sowieso van. Ja, ja. Dus ik zat eerst nog te denken aan een café. Dat vind ik ook wel weer lekker tegenstrijdig. Of ja, tenminste, ik ga zelf naar de kerk en naar het café. Ja, je bent allebei. Ja, want je bent een moderne christen, ja. Zeg ik het zo goed, ja? Ja. Ja, want Sjoerd, wie ben jij precies? Want ik heb natuurlijk wel een paar dingetjes gelezen. Dat je hebt ook met broeder Dieleman gespeeld. Die, ja, klopt. Ja. Die kennen we hier in Middelburg al wat langer. Die zit altijd op de grenzen ook van alles en nog wat. Ja. Maar jij werkt bij het Leger des Heils, maar je bent dus ook muzikant. Ja, klopt. Ja, muzikant ben ik al heel mijn leven. Hoe oud ben je? Ik ben 33. Oké. Okay. Ja, volgende week word ik 34. Check. Dus ik ben eigenlijk 34. En ik speel eigenlijk vanaf mijn vierde al gitaar. Oké. Okay. Ook wat piano gedaan toen ik kind was. Maar toch weer naar de gitaar gepakt. En ik heb eigenlijk heel mijn leven muziek gemaakt met bands of veel ook met mijn broers natuurlijk. Vroeger speelden we met de broers in de kerk en mijn vader die zat op de basgitaar, dus dat was natuurlijk ook echt een familiebusiness. Ja. Ja, dat is grappig. En ik heb er altijd minder door gestudeerd en ik werk ook expres minder om gewoon veel muziek te kunnen maken. Dus het is eigenlijk gewoon wie ik ben. En het liefst, want verdien jij ook geld met muziek maken of is het nee, hobbymatig? Nee, ik speel wel kiet. Oké. Okay. Maar geld verdienen, ja, een klein beetje. Dat, ja. Ja, want nu ben je dus, eigenlijk zijn het soort traditionals, maar dan uit de hoek van Youth for Christ. Maar of zijn dat veel oudere nummers die zij gebruikt? Of? Ja, dat. Ja. Want kijk, ik leerde een aantal van die liedjes kennen doordat mijn ouders ze zongen. En toen ik die bundel er weer bij heb gepakt, 2 jaar geleden was dat, toen ontdekte ik veel meer nog traditionals en spirituals die daarin stonden. Dat is, ja, daar werd ik zo enthousiast van. Ja, maar dat vond ik erg mooi nummer. Dat, ja. En dus als je hem dan zo boven daar staat te spelen, ja, dan komt dat nog wel extra over. Maar ja, ik hoorde niet meteen heel de tekst, maar ik neem aan dat lied gaat ook over engelen. En, ja, gaat over engelen. Ja. Dus dat was een spiritual. Ja, het is een benaming voor hele oude geestelijke liederen die veel daarvan zijn wel ontstaan of in Ierse muziekcultuur of in de Afro-Amerikaanse muziekcultuur. Vaak een repeterend ritme in. Ja, ja, ja. Omdat het natuurlijk van die Afro-Amerikaanse cultuur is heel ritmisch. Ja. Het is vaak heel herhalend en altijd een soort werkritme. Omdat veel van die liederen ook ontstaan zijn in de slavernij bijvoorbeeld. Het kan ook gaan over werk. Ja, ja. Over werken of het ritme van het hakken van een bijl, ik zeg maar iets. Ik heb toevallig gisteren de film Oh Brother Where Art Thou gekeken, ken je die? Ja. Nou en dat zit helemaal vol met dat soort traditionals. Maar inderdaad, staan ze ook letterlijk met een bel te hakken. Dus weet je, fantastisch vond ik dat. Ja. Ja, dus in die hoeken. En wat zijn precies jouw plannen? Dat is natuurlijk de COVID-tijd voor alle muzikanten vervelend. Dus online, ik neem aan dat zo'n beetje je enige activiteit is nu. Ja, want mijn wens is echt om mijn album op te nemen in 2021 en daar is natuurlijk ook tijd voor omdat je niet kan optreden.
Dus dat wil ik echt, als er alle financiële middelen rond zijn, om zo te zeggen, dan ga ik dat echt doen. Ja, ik wil het liefst zo snel mogelijk gaan spelen. Ja. Dat doe ik het allerliefste. Dus op het moment dat dat weer kan, dan wil je dat ook doen en dan doe je dat ook in Middelburg. Ook in Middelburg? Ja. Ja, ook, misschien ook wel in deze ruimte. Dat zou ik heel tof vinden, waar we die video's hebben opgenomen. Ja, maar jij houdt van kleinschaligheid, maar is het wel ook denkbaar dat jij... Maar jij houdt ook van het café, dus... Nou is Café Het Hof bijvoorbeeld, die heeft heel veel optredens, maar die, is, ja, die zit toch wat een beetje in de... Ja, welke hoek is dat? Ja, van alles eigenlijk. Ja. Maar zou je daar aan spelen of is dat geen podium wat jij ook geschikt vindt? Wat ze daar willen, wat Hajo wil. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Ik heb een keer gespeeld daar met de Johnny Cash band waar ik... Oké. Okay. Ja. Oh, die hoek speel je ook. Okay, ja. Leuk. Ja. Ja. En de spot, nee, dat zou makkelijk kunnen. Café, maar de spot ook? Of, ja. Ja hoor, zeker. Ja. Ja, ja, hartstikke leuk. Nou oké, okay. Dan... Ja. Dan hoop ik je dan toch volgend jaar of zo, ja, wanneer, of misschien van de zomer wel. Ja, dan gaan we zeker. Too many sad times and too many bad times and nobody knows what you mean. If somehow you could back up your sorrows and give them all to me, you would lose them and I know how to use them again. Ik zou zeggen, zoek mijn YouTube-account op. Seward Bin, dat is mijn artiestennaam. Seward Bin. En nou ja, dan krijg je vanzelf de video's op YouTube te zien. Dat is heel goed. Ik zal er een linkje bij doen. Dan ja, kunnen mensen gelijk klikken. Yes. Dankjewel voor je toelichting. En ja, succes dit jaar. Ik hoop dat je album er komt. Ja, dankjewel.